Ik geef wel eens voordrachten op scholen. En dan vragen ze wel eens van, meneer, wat is het meest heftige dat u beleefd heeft? Even voor het, ik ben Nieuw-Guinea-veteraan, dus ik ben een echte veteraan. Ik heb gezien dat er een aantal Nieuw-Guinea-veteranen ook in de zaal zit, dus ik voel me weer een beetje, klein beetje happy. En dan vragen ze, wat is het heftigste wat u hebt meegemaakt? Ik zeg, dat was op 16 oktober 1945. Toen lag ik met mijn, als 10-jarig jochie, met mijn zieke moeder en mijn kleine broertje op de grond, onder kruisvuur, links Indonesische Bermuda's. Dat waren die jongeren die opgeleid waren door de Japanners om op Hollanders te jagen. Waar wij al een week gevangen zaten in afwachting op het moment dat wij vermoord zouden worden. Aan de andere kant een groep woedende Japanse militairen. 4 dagen daarvoor waren 100 Japanse militairen in de gevangenis in Samara afgeslacht door de Bermuda's. Dus die zochten wraak en die zochten overal mensen op die ze konden pakken. Mijn vader zat ook in diezelfde gevangenis samen met 1100 Hollandse mensen, Hollandse mannen. En die wachten daar ook op hun dood. Er waren allemaal 60 mensen per cel, zo'n beetje. 6 bij 6, en stel dat u idee, als die zaten als haring en ton echt te wachten tot op het einde. Nou, die Japanners die kwamen tussen beiden en die bestormden die gevangenis. En die bestormden daarna ook die plek waar wij zaten. In februari 1942 begonnen de bombardementen op Surabaya. Ik heb daar regelmatig naar staan kijken. Ja, ik kreeg van mijn vader kreeg een stalen helm op en dan was ik voldoende beschut tegen scherven. En mijn kleine broertje, die kreeg de jachtcap van mijn vader, die had pet en die mochten. En zo mochten we buiten staan kijken. En wij voelden ons helemaal veilig met zo'n stalen helm. Nou, 1 maart landen ze op Java en 15 maart stonden ze bij ons voor het huis. En ja, wij hadden dus zo'n vrijstaand huis met die Japanse officieren die in Surabaya gezet waren. Die wilden het graag hebben, dus die noteerden alles wat zij van waarde vonden, zodat we dat vooral niet meenamen. En wij kregen nog een paar koffers tijd om in te pakken, te controleren ze allemaal wat erin gaat. Mijn moeder die wist nog net een juwelenkistje mee te smokkelen. En wij werden allemaal op de ossenwagen gezet en wegwezen. In zo'n ossenwagen. Je moet in plaats van het hout moet u dus onze koffers denken waar wij dus op zaten. Wij werden opgevangen door een Russische arts. Die had net als wij bijgebouwen achter het huis en die had daar kamers vrij en daar kregen wij dus onderdak. Mijn vader die kreeg opdracht om voorlopig nog eventjes achter de zaak af te werken. Van de Japanners kreeg die opdracht, want die was achtergebleven. De top was al uitgeweken naar Australië of naar Ceylon. En mijn vader had opdracht gekregen om de zaak daar onder zijn hoede te houden en te zien wat hij ervan kon maken. Goed, hij werd dus 22 april opgesloten in de gevangenis. Dan er zaten 4000 mannen opgesloten. 1 keer per week mochten ze bezoeken. Dan ging de poort open en dan met een touw gespannen. En daar stelden al die mannen zich op. En 100 meter verder werd ook een touw gespannen. Stonden wij erachter en dan konden we zo naar onze vaders waren. En dan konden we af en toe een zeepje of een scheerspulletjes. Konden we dus doen. Enige tijd later, toen werd er een wijk in Surabaya ontruimd. Er waren allemaal vrijstaande huisjes. Iedereen die daar woonde, die moest weg. En dan werd een hek omheen gezet. En wij kregen opdracht, een aantal mensen kregen dus opdracht om daar naar die wijk te gaan. Wij kwamen in een huis terecht. Daar kregen we een kamertje. Mijn moeder, mijn kleine broertje erin. Een kamertje. En ja, daar hadden dus de voorgaande bewoners alles achtergelaten. Ik heb daar die tijd dat we daar gezeten hebben, heb ik daar lezend doorgebracht. Want ik vond in de kast allemaal Karl May boeken. En die heb ik toen verslonden. En ja, daar was het nog redelijk te doen. Je moest alleen niet in de buurt van de poort. In het begin mocht er nog even eruit om dingen te kopen. Maar op een gegeven moment werd dat ook verboden. En bij de poort was een poortgebouw. En daar zat de Camping Thai in. Camping Thai is de Japanse militaire politie. Die enorm grote hoge bevoegdheden heeft.
Als die kapitein vond dat een generaal ergens iets niet goed eraan, konden ze hem zomaar van zijn bed lichten zonder dat ze daar verantwoording voor moesten afleggen. Zo machtig waren was die kapitein. Die kapitein had de gewoonte om tegen zonsondergang straffen uit te delen aan de vrouwen die, waar die straf verdienden. En dat, dat was soms niet leuk om daar in de buurt te komen als dat gebeurde. Mijn moeder had vlak voordat wij opgesloten waren nog een kans gezien om geboortebewijzen van mij en van mijn broertje te pakken te krijgen. Dit werd door een medewerker van mijn vader werd dat gegeven. Dat was streng verboden, dat mocht al niet meer. En je ziet dat ik geboren ben in 2595. Moet je wel Maleis kennen. Ja. En het grappige is dat degene die dat verstrekt heeft, dat was een van de felste nationalisten onder Sukarno. Die gooide was scherp voor de alle Hollanders eruit te gooien en die had dat voor ons toch verzorgd. Die werd overigens de eerste ambassadeur in Washington, daar de soevereiniteit over had. En die is toen nog bij ons thuis langs geweest. Ali Sastro Amidjojo werd toen. En ik ben bij het vraaggesprek geweest van mijn vader met hem. Toen zei mijn vader van Ali, jullie zijn hartstikke gek dat jullie alle Hollanders eruit gooien. Jullie hebben ze hartstikke nodig voor de opbouw van het land. Toen zei hij, nou we gaan liever kapot dan nog één Nederlander. Oh. 20 minuten later vroeg hij aan mijn vader of hij terug wilde komen naar Indonesië om de financiën daar in orde te brengen. En toen zei hij, ja maar Ali, jij gaat nu naar Washington. Wie garandeert je mijn veiligheid? Ja, zei hij, wel gelijk. Oh, goed. Mag ik ja. U bent van 25, heeft u niet in jongenskamp gezeten? Wat zeg je? Heeft u niet in jongenskamp gezeten? Net niet, mijn moeder had gesmokkeld met mijn leeftijd. Oh. Ja, mijn vader is ook 25. Ja. Maar dat verschilde overigens, want bij sommigen was het 10 jaar en bij sommigen was het 11 en 12 jaar. Dus dat ging eigenlijk per gebied ging dat af. Nou, zo zag dat dan uit, een hek om het kamp heen. En dit zijn overigens foto's die later genomen zijn, want u begrijpt, wij hadden geen foto te stellen om dit allemaal te fotograferen. 11 maart werden wij opgemand om een boeltje te pakken en met dames naar de trein te begeven. We werden toen in de trein gebracht, dat was zo'n goederenwagon en daar stonden die smalle oude bankjes zo in die goederenwagon. Daar werden we dus ingepropt, deuren dicht. En toen werden we van stationnetjes naar stationnetje gereden. En dan bleef hij weer uren staan en dan werd hij weer gerangeerd. En dan bij het rangeren gingen we bom! En dan viel iedereen van het bankje af. En de koffers die er dan waren, die vlogen alle kanten uit. Dus het was één groot. Daar hebben we 32 uur over gedaan. Dus dat is 300 kilometer afstand. Ja, we waren meer dood dan levend toen we eruit kwamen. Ja, toch. Wij werden dus gebracht naar Karangpadas in Semarang. Karangpadas, dat was een weeshuis. Dat ziet er aardig uit nu, hoor. Ja, kan je niet. Nou, waar is dat nu? Hier is de kapel. Daar werden wij ondergebracht. Ja. Met hoeveel? Waar is dat ongeveer in Semarang? Ik ben er ook een paar jaar geweest. Ik kan ze gewoon niet uitbrengen. Ja. Is dat bij het eind van het boekje? Ja, dat zou kunnen. Want kijk, wij zijn er rechtstreeks naartoe gegaan en we hebben dus van de omgeving helemaal niks gezien. Wij komen eens een keer in de sluit. Ja, ik heb dat ook verder niet nagekeken. Nee. Kijk, dit is zo ongeveer zoals het daar binnenin uitzag. Ongeveer. We hadden er 60 centimeter. En daar kon je dus je op. Dat was je privé. 60 centimeter. En daar kon je dus je emmertje en je koffertje onder. En kinderziekenzaal. En dit is dus hoe het kamp er echt uitzag. Hier ziet u de kapel. Hier is de gaarkeuken. Daar moesten we altijd naartoe met ons pannetje om daar het eten te halen. En het eten, dat, ja, het varieerde soms. Maar doorsnee was 's ochtends glaspap, zoals we dat dan noemden. Dat is zo'n tapioca met heet water eroverheen. Behangerslijm, dat is precies hetzelfde. En 's middags een schepje rijst met wat groente, natje overheen en dat was het dan. Als je geluk had, dan was er een colaatje in. Als je nog veel meer geluk had, dan was er zelfs een vezeltje vlees te vinden. Maar
Dat was bijna nooit. In hier, dit was de plek waar wij iedere keer moesten aantreden voor appel. We hebben voortdurend appels gehouden. En strafappels met name, gebeurde nog een paar. De commandant van dit kamp, dat was een onderofficier, die uitermate gefrustreerd was. En had nog twee compagnie net zo gefrustreerd waren. Want het bewaken van vrouwen is voor de Japanse militairen gewoon een schande. Ja, dus die leefden zich uit om zich daar echt helemaal op te wreken. Dus waar hij maar kon, sloeg hij erop los. En hier moesten we aantreden om te kijken, kijk, zo moesten we buigen. Zodra hij in de buurt was, dan moest je buigen en moest je zo blijven staan tot hij het genoeg vond. En als iemand ook maar bewoog, dan sloeg hij het erop los. Oh. Die hadden er bijna een potje, sietje, een truitje. Maar goed, dat was meer uit bij die bar. Alle drie, een van die twee, die was later als oorlogsmisdadiger ook berecht. Maar, ook s'nachts bijvoorbeeld, dan hield hij ook s'nachts strafappel. En dan stond je tot diep in de nacht, stond je daar aangetreden. De kinderen geen kick gaven. Die bleven allemaal doodstil staan. Zo benauwd was iedereen voor die Japanners. En we moesten ook blijven staan kijken totdat de straffen uitgedeeld werden. Of dat ze afgeranseld werden, of wat hij ook heel erg leuk vond, was dat vrouwen die moesten dan knielen in het grind en dan met een bamboestok hier in de knieën. En zo blijven liggen, in de hitte, in de zon. En als ze dan omvielen, dan werd ze ook losgeranseld. Dan moesten ze weer opstaan. Nou, en op het moment dat ze na zoveel uren weg mochten, nou, toen konden ze nu weer lopen. Ja, dat was, dan gilde ze het uit van de pijn. Nou, daar stond je als... Dat ze zo enorm breed waren. Ja. Hoe kan dat nou? Nou, we zijn dus allemaal ontzettend aardige mensen. Ja. De kinderen en de kleinkinderen van die idioten die het mist. Ja, maar wat voor mensen werden daar ingezet? Ja, dat waren mensen die ook in hun eigen leger werden ze mishandeld, die soldaten. Als ze er iets uithaalden, dan werd je hard gestraft. Dus die waren het. Het zijn Aziaten. Aziaten zijn allemaal een stuk vreder in het algemeen dan. Wij Nederlanders kunnen er ook wat van hoor. Dat hebben we vroeger ook best wel vreed. Ik moet even denken aan de wederdopers in Münster. Zoals was net een verhaaltje over de televisie. Nou, goed. Op een gegeven ogenblik toen. Toen was er. Een jongetje wat achterbij lag, dat was een vriendje uit Slowenië vandaan, die kreeg kinderverlamming en stierf. En daardoor was het epidemie. En wat we nog meer hebben gehad, de mazelepidemie, waar ook een heleboel kinderen stierven. En het bedoelde was, dat gebeurde dus bij ons hier in die kapel. En die Japanners die waren als de dood voor besmettelijke ziekte. Dus die sloten het hermetisch af, mocht niemand meer in of uit. En ja, wij mochten niet meer met ons pannetje naar de gaarkeuken. Dus het was jammer, geen eten. We hebben dagenlang geen eten gehad. Drink hadden we gelukkig nog wel in de kapel, maar eten kregen we stond niet meer. Mijn moeder werd op een gegeven moment vrij. Toch staat hij daar. Wat zeg je? Ik zeg, toch staat hij daar. Ja. Mijn moeder begon op een gegeven moment echt ziek te worden. En die kwam niet meer zo veel, niet meer zo snel meer uit de voeten. En wij moesten s'avonds bij zonsondergang voor onze tampadje staan en afwachten tot de Japanners, Japanners kwamen om te inspecteuren of het allemaal wel goed was. En mijn moeder kon niet zo snel, en die met mijn kleine broertje kwam ze dus aan en toen kwam de Japaner binnen. Dus iedereen stokstijf en zij stond ook stokstijf boven. En iedereen hield de adem in, want iedereen wist precies wat er gewoon ging komen. Hij begon op haar los te ranselen, mijn moeder. En mijn broertje vloog die Japaner aan. Oh. En iedereen dacht van Jezus, nou wordt dat kind. Oh. Ja. En die Japaner die kijken naar. En liep weg. Nou, alsjeblieft. Toen dachten we, zullen we nou hebben. De volgende dag stonden we wel netjes, keurig opgeleid. Kwam die rechtstreeks op ons af. Toen dachten we, nou zullen we het hebben. Ja. Dus wij stonden allemaal weer zo. Hij pakte zijn zak. Haal een koekje uit en stopte het mijn broertje in zijn mond. Ach, weg. En ik bleef zo staan. En daarna liep hij weg. Kennelijk had dat broertje toch een snaar geraakt. Dapper manneke. Ja. Dus, oké. Goed. Toiletten. Schoonmaken van de toiletten, dat was ook een taak van ons. Ik heb als jochie heb ik daar ook schoon zitten maken.
Daar komt later nog wel. Keuken. Daar werd dus onze rijst gekookt en wat er dan toch wel saai was. Mijn moeder werd op een gegeven moment in de ziekenzaal gezet. En ja, daar was ik alleen met mijn kleine broertje. En ik moest er zelf maar voor zorgen. En er waren dus dames die zeiden van, ja, dat kleine jochie heeft een rantsoen niet nodig. En we halen het eten wel voor jullie. Dus daar heb ik me hevig tegen verzet. Ik ben eigenlijk 8 jaar. En ik zei, nou ja, afblijven, dat is van ons. En op een gegeven ogenblik werd dus die zaal ontruimd. De mensen werden op een truck gezet, koffer erbij en weg het kamp uit. Dus we hadden geen idee wat zijn vader was, we hadden geen idee wat onze moeder was. 8 en 9 jaar. Zo. Moest het alleen maar uitzoeken. Dus het kamp werd ontruimd en we gingen 's nachts lopen naar het volgende kamp. Oh. Op een gegeven moment viel mijn kleine broertje. Laat me liggen, riepen ze, die gaat toch door. En ik heb hem op mijn nek genomen, ik heb hem opgenomen en meegesleept naar het volgende kamp. En daar kwamen we dus in de ochtend aan, op een pleintje. Ja, en daar zaten we dan, ons kleine koffertje en mijn broertje. Ja, en wat nu? Toen kwam er gelukkig een kennis, de dochter van die Russische arts, die was verpleegster. Die had mijn moeder in dat transport ontdekt. En die had haar ondergebracht en zei, ik weet waar jullie moeder zit, ik breng jullie naar jullie moeder toe. Oh. En dat waren zoekenhuisjes, dat was een dorpje, dat was voor 200 Javaanse mensen was dat gebouwd en dat was ook afgekeurd. Maar goed, het was nu omheind en daar werden dus nu mensen ingezet. Hier in dat huisje, dit voor is een voorgalerijtje, dat is 2 bij 4 meter. Daar was mijn moeder ondergebracht. Er waren nog 6 vrouwen met kinderen in datzelfde huisje ondergebracht. Dus het was chockvol. En ik wil wel lagen, het was eigenlijk bedoeld voor 200 mensen. En aan het eind van de oorlog zaten daar meer dan 8000 vrouwen en kinderen in. U had gezien, het was een dorpje. En ik ontdekte in dat laantje plantjes die ik kende van die plantage, die eetbaar waren. Dus die ging ik verzamelen en ik ving ook slakken en muizen als het kon. Ik had een katapultje en een muis kon ik af en toe als verschalken. En ik verzamelde kikkers. En die slachtte ik dan. En was het een blikje met 3 stenen en een brandend takje eronder en kookte het daarmee. Bij die kikkertjes bijvoorbeeld, dan moest je eerst zorgen dat je het galbaasje eruit haalde, want anders was het, dan smaakte het hele eten naar gal. Hè? Gal. Ja. En toen op een gegeven moment werden een hoop mensen ziek, omdat ze die kikkers maar aten, maar ik wist welke kikkers ik wel kon eten en welke ik niet kon eten. Dus daar heb ik ons leven eigenlijk mee gerekt. Zo. Je ziet er nog zo'n keertje van voren, het huisje. Ja. Oh. Zo zat ik ook in een sjouwploeg en moest helpen met allerlei dingetjes brengen. Ja. Dus het is een keer gebeurd dat iemand een dode baby in mijn arm drukte, breng naar de poort. Oh. Ja. 9 jaar was ik. Oh. Ja. Die moest ik om hebben, zodat ik door kon lopen naar de poort. Anders dan kreeg je een ransel als je in de buurt kwam. Het was overigens heel verschillend in de kampen hoor. Niet elk kamp was het zoals het in bepaalde kampen was. Zeker bij de mannenkampen gebeurde het dat daar Japanse officieren waren die al meer van de westerse wereld wisten en die daar nou, toch probeerden het goede te maken. Maar vooral in die vrouwenkampen was het heel erg. Daar, meestal waren dat inderdaad gefrustreerde mensen. En dat was natuurlijk heel belangrijk. De bevolking werd ingehamerd dat die westerse invloed vernietigd moest worden. Dat was echt het doel van de Japanners. Die wilden Groot-Azië onder Japanse rijk. En dit waren dan uiteindelijk de vermoeders die
helemaal losgeslagen jeugd. Je kunt vergelijken met die kindsoldaat in Afrika die woorden te plunderen rondom. En dat deden deze jongens en meisjes ook. Ook de eigen bevolking werd niet gespaard hoor. Want als ze een dorpshoofd niet spoorden, dan werd zijn familie gelijk een kopje kleiner gemaakt. Dus het was een verschrikkelijke chaos. Hoor. En de Nederlandse regering had geen idee van wat er allemaal speelde. En toen dus de eerste dienstplichtige, de eerste groep waren oorlogsvrijwilligers. Die kwamen niet verder dan Maleisië, want daar werden die de Engelsen tegengehouden. En pas in maart 1946 landde de eerste Nederlandse groep. En de daarna dienstplichtigen, ja, die werden ook meer of meer wel voorbereid, maar niet zo dat ze wisten wat er speelde eigenlijk. Gurkha's die brengen ons naar de kust, ze worden onderweg nog door de snipers beschoten. En daar lag de Oranje, die was uit Batavia vertrokken, die lag 2 dagen in Samarang voor anker en wij werden daar aan boord. Daar de vrijheid. Dan heb ik nog een heel, voor de schoolkinderen heb ik nog een heel verhaal, maar ik kan helaas niet. Het was heel Dank u voor het Dank u wel.